boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys en girls, en welkom bij alweer een nieuwe video. Zoals jullie zien zitten we in FC 25. Het is vandaag dinsdag. Afgelopen vrijdag hebben jullie de video gehad waarin ik vertelde welke truitjes ik wou kopen. Maar nu zit er dus een FC 25. En ja, de derde FC 25 video op dit kanaal. En zoals jullie zien is Team of the Week 2 uit. En ja, let's go. Het is de eerste vrijdag dat FC 25 de volledige game uit is. Dus ja, let's go. Ik check jullie guys bij de outro. Let's go. Oké, boys and girls. Voordat ik een race ga racen, dus ik heb mijn stuur al klaarstaan, gaan we een tweezeldzang met het spelerspakket open doen. En daarin zit, spijt je geen walkout, centermid Frans van de Liga F. Wie is dat? Real Madrid. Wie is dat? Toletti. En Ortega. Let's go. Oké, boys and girls. Ik had dus al wel een Conmebol Libertadores gepikt. Ja. Die zijn nu niet meer grijs. Die zijn nu een gouden gewone geworden. Dus ik mag Conmebol afstrepen. Let's go. En ja, ik ga die Conmebol dus in een gouden upgrade steken. Nee, de Gutierrez ga ik eruit halen. Omdat die iets met mijn team heeft. Dus dan ga ik gewoon de linksachter weghalen. En hier Hamdala inzetten. Let's go. Oké. Ondertussen ben ik ook naar de Grand Prix van Singapore aan het kijken. En ja. Twee zelfs gaan we het speelspakket. Nog altijd geen walkout. What the fuck, hey? Links midden Engels. Women's Super League. Wie the fuck is dat? Dat is Galton. Ja, dat is Galton. What the fuck, hey? What the fuck. En Danilo, let's go. Ook nog tijd voor een preview pakket. Dus preview pakket en dat zit in. Ook geen walkout. Centermid Frans van Liga. Van Atletico, dat is Le Mar of wat? Een 80 reed. Voor hoeveel gaat hij? Hoeveel gaat hij? Oh, die gaat. Die verkoopt zelfs niet, dus ja, let's go. Oké, boys and girls, het is maandag. En we hebben een tweezeldzame goud speelspakket. Hopelijk onze eerste walkout. Nee, geen walkout. Spits, Spaans, Serie A, Morata. Zou het Morata zijn? Milano FC, dat kan Morata zijn. Het is Morata, tata. Let's go. En Pinnock. Oké. Okay. We hebben geen preview pakket nog niet. Nog 2 uur en 32 minuten. We gaan eens in de club zien of er nog evoluties zijn. Ik ga Kamada naar een 83 brengen. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. We hebben onze twee potjes voor vandaag gespeeld. En we hebben de World Tour Objective van de keeper gedaan. World Tour Robert Sanchez hebben voltooid.
Dus we krijgen 3 keer 78 plus. En Robert Sanchez zelf, dus. Die komt direct in het team. In plaats van deze Robert Sanchez gaat dan deze erin. En nu mogen die Spanjaarden eruit. Hier mag Camara komen staan. Hier mag Sancho komen staan. En hier mag Todibo komen staan. Dan had ik ook nog een andere spits. Ja, hier Leon Bailey. Of ga ik er Richarlison neerzetten? Nee, Leon Bailey. Let's go. Dit is in de winkel lang moeten zijn. 3 keer 78 plus en krijgen we walkout. Nee. Tegen achter, Spaans. Pedro Porro dan. Wie is dat? Ah ja, dat is Pedro Porro, denk ik. Nu kan ik dan deze verkopen voor 850 coins. En dan kan ik nu zien bij de transfermarkt naar doelpunt geluid. Authentiek, competitie. Gaan we voor de Eredivisie. En club, natuurlijk Feyenoord. Het is niet op de markt te vinden. Real Madrid, nee. Ik zoek naar die I Will Survive. Maar dat is precies niet op de transfermarkt. Dus ja, Bayern München staat er wel op. Nee, precies niet, het staat er precies niet op. Dus ja. Nee, het zat er niet op, denk ik. Nope, het zat er niet op. Let's go. Oké, boys en girls, nu gaan we even terug FC25 in en we gaan een paar moments doen. 15 moments of zo voor 81 plus maal 2. Dus hopelijk krijgen we daar onze een walkout uit. Dus ja, we gaan naar Ultimate Team, we gaan naar Moments. Dus we gaan naar speel, we gaan naar
momenten eerst zien of de of die pick er nog in zit. Ja, 2 keer 81 plus. Dus eigenlijk moeten we 16 hebben. We gaan eerst de basis doen. Dus paste 1. Oké. Moment opnieuw starten. Eén, twee, drie. Vijf, zes, zeven, acht. Getting a bit congested in the middle of the park. Nog eentje moet ik er geven, let's go. Let's go. Dat is al één moment gelukt. Dan pas de 2 pas van goalkeeper naar CV, van CV naar CM, van CM naar spits. Oké. Dus dan een keeper naar centerback. Daichi Kamada. Possession regained by the old boys. Come on. Oké, dat is ook gebeurd. Let's go. Verder. Oké. Schieten 1. Neem 1 schot op doel. Oké. If you say so. Moet ik wel die bal te pakken krijgen. Let's go. Dekker scoorde ook, so let's go. Nee, kom aan. Let's go, we zitten al aan 3 sterren. Combineer alles voltooid. 3 passen op de grond. Dus voltooid 3 passen over de grond. Let's go, Bailey. Let's go. Wat is gebeurd? Zo gemakkelijk is dat ze. Moeten nog 12 sterren hebben. Voor 1 succesvolle tackle uit. Dat is een professionele tackle dat ik gedaan heb. Let's go. Nog 11 sterren. Moet ik er hebben. Dan heb ik een... welke balbezit voor over de 2. Voltooi 1 tackle. Op de helft van de tegenstander. Oké. Shoot!
Pak hem dan. Millie Bright. He read the situation defensively and did his job. Now options are plenty. Maar dat was toch een tackle, maat. Medina. Maar maat, moet ik eerst gaan beginnen echt zo tackelen? Maar maat, dat was een tackle. Kom aan zeg. Kom aan zeg, EA. Je zit nog een klote te geven, jong. Kom aan, zeg mannetjes. Voert één een goede tackle uit. Medina. Well, they have it again. Eindelijk. Wauw. Dat zijn er zes. Kom aan. Schiet de twee, maak een doelpunt van binnen 16, oké. Kom aan. Nou verliest hij nog zijn bal ook. Kom aan. Dan loopt hij over zijn bal. Kom aan zeg. Wat een foem die in Oiland. Finally! Oilend, je bent een foemp, jong. Nog echt. Wauw. We zijn al 9 minuten aan bezig aan die moments. Voor eens succes. Ja, wauw. Manneke, zit toch op die ballen die er neffen, hè, kutekes. Dat is dan geen tackle, want dan loopt hem er gewoon voor. Well,
En we kunnen altijd opnieuw beginnen. Nooit is opnieuw. Nooit is het oei. Ik doe op alles voor die tackle. Manneke, waarom ga ik zo vroeg naar die bal toe? Mannekes! Terug bij Alve. Eindelijk, wauw. Proficiat, je hebt gescoord, Hoylen. Proficiat, maat. Echt, what the fuck is up met deze game, maat? Ik druk 20 keer, maat. Hup, aanvallend. Geplaatste schoten, hup. Dan moet je wel eens beter zien te gaan. Wauw. Finally. Toch heet dat hem kan. Geef 1 assist, dan moet je nog scoren zeker. Maar nee jongen, maat. Hopla. Dat hoef ik niet te zien. Wauw. Geef 5 looppassen, zodat ik de bal niet kwijt. Oké. Ik heb al direct balbezit kwijtgeraakt. Let's go. Maar dan raakt het balbezit kwijt en dat telt dan niet, of wat? Maak een doelpunt met een boogballetje. Oh, dat zijn de moeilijkste. Waar moet ik gaan? Niet naar daar dus. Hoe zwak was dat schot, maat?
Achterman. De keeper zat eraan, what the fuck. Ik moet er nog twee hebben. Nog twee voltooien. What the fuck, maat. Dat is zo kut. Voorzet en een doelpunt. Oké. Okay. Hoe kut kunnen zijn. Maar dat was een voorzet, maat. Come on, maat. Come on, maat. Springt hoger de lucht in, jong. Win te krijgen, maat. Eindelijk. Hij scoort hem een keer. Bailey. Echt waar, maat. 20 minuten mee bezig. Wat zijn we mee bezig, maat? Dan moet ik deze week al niet meer spelen. Geef drie keer steek vast naar de spits. Oké. Okay. Ja, de spits, hè, maat. Kom aan, laat me dan toch scoren ook, hè, maat. Oké, we hebben 16 Ultimate Team sterren. 20 minuten over gedaan. Gewoon omdat die fucking fuckers niet spelen. Let's go. Eerst een welkomstpakket. Let's go. Daar zit in. 78 rechts midden. Ja. Maddeweekje. Nu de twee zeldzame de speelspakket 81 plus. En daar zit in. Nog steeds geen balk uit, links achter Spaans. La Liga. Wie de fuck is dat? Van Valencia, dat weet je dat het geen balk uit is. Ga ja. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben nog een premium brons pakket. En daar zit in. Evans, let's go. Nog eens 100 munten, let's go. Oké, boys and girls. Deze komt ook in de video van dinsdag. De eerste dinsdag. Dinsdag 1 oktober of feest. We hebben een doelstelling voltooid. We hebben 10 SBC's voltooid. Dus we krijgen ook nog een 2x75. Maar we hebben ook een 3x82+. Dus gaan we onze eerste
Walkout pikken. Ik heb al een eerste walkout gepikt, maar niet op video. Dus ik kan niet zeggen dat ik al een walkout heb op video. Tweede dat is nog het speelpakket 75 plus en daar zit in. Geen walkout. Center mid. Wie is dat? Fofana? Dat zal Fofana zijn, denk ik. Wie is dat Fofana? En nu. De 3x20 plus. Gaat een walkout zijn. Geen walkout. LVA. Wie is dat? Arsenal. Is dat Ford? Dat is een 85. Dat is wel decent. Ford, Rodriguez en Antonio Silva. Antonio Silva, sorry. Dus ja, let's go. Antonio Silva. Ford. Ford gaat wel op de bank komen. Dus ja. Dat is eigenlijk onze eerste walkout. Dus eigenlijk hadden we die al mogen afstrepen. Dus walkout man. Kunnen we door kruisen. Omdat we een 86 Kimmich hebben gekregen. Dan gaat nu de keuze genomen worden om Morata van de bank te halen. En daar in te zetten voort. En Camara gaat uit het team momenteel. En daar komt Rodriguez te staan. En Camara, ja, die hebben ze goed als geupgraded. Maar die gaan we sowieso vrijdag verder upgraden. Dat ik nu niet meer ga spelen. Let's go. Oké, boys en girls, het is donderdag. Ik heb al een paar dagen niks meer opgenomen, denk ik. Dit is het team nu, voordat de game volledig uitkomt. Het is nog, het is nu 8:07 op donderdag. Het is nog een enkele uur, het is nog, we hebben 13:00 en. En, in op goal hebben we staan Emiliano Martinez. Ik heb die wel gekocht. Omdat ik zoiets had van, ja, het is het begin van de game. Dan wil ik wel een speler kunnen kopen. Dus dan heb ik Emiliano Martinez gekocht. Op rechtsback staat Pedro Porro, first owner. Ik had die eerst ook gekocht, maar nu heb ik die first owner. Dan heb ik Ben Mee ook. First owner. Dan Todibo, first owner, maar wel tradable. Dan Mark Cucurella. Ook first owner, tradable. Dan Bowen. Heb ik gekocht voor 850 coins. En ja, ik weet niet of ik die nog ga wegdoen. Als ik die zou wegdoen, zou dat een SBC zijn, denk ik. Dan Hiro Rodriguez. First owner, untradable. 1 gespeelde wedstrijd en 1 assist. Dan Daichi Kamada. First owner, untradable. Ik ben die bezig met een evolutie daarvan. Die is van een 81 naar een 83 gegaan. En die blijft een 83 met die evolutie. Dan Sancho. Gekocht door 1,2k. Maar dan is hij door de evolutie is die naar niet verhandelbaar gegaan. Dus nu is het eigenlijk een gekochte, maar untradable kaart. Dan Bailey. First owner, untradable. Dan Heulens. First owner, untradable. 19 gespeelde wedstrijden, 99 gescoord doelpunten en 7 assists. Dan heb ik op de bank zitten Koopmijners, Richarlison. Benacer. Dan heb ik op de andere bank Ford zitten. First owner untradable. Joshua Kimmich first owner tradable. Icardi first owner untradable. En over Sanchez World Tour first owner natuurlijk. Mbok first owner untradable. Morata first owner untradable. En Thuram first owner untradable. En mijn coach is Mikel Arteta.
Oké, boys en girls. We hebben de Early Access uitdaging 2 voltooid. Ik heb er 4K iets meer dan 4K ingestoken, dus topgouden speelspakket, let's go. Laat het in. Weer een walkout, rechts midden, Spaans, Valega. Please, please, please. Marcos Llorente ofzo. Wow, decent, decent. Lacazette, Varaan. Varaan die gestopt is met voetballen. Ja, dat is goed. Dat is lekker. Dat is nice. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben 25 squad battle spotjes gespeeld. En we hebben dus een 2x 75 plus. En ik krijg nu dus de melding dat ik nog 5 minuten over heb. Dus we moeten gaan snel wezen. Dus morgen kan ik beter meer opnemen. Dus 2x 75 plus en dat is in. Geen walkout, het is wel een borderspeel. Ah, links midden. Wie is dat? Ik ken hem met pushing en dingen. Die Mackie, omdat die gaan met McDonald's in. Zaha. I mean, not gonna lie, it's great. En we kunnen iets aan onze. Van onze bingo afstrepen. Team of the Week kunnen we afstrepen. Omdat we Francisco Moura gepikt hebben. Francisco Moura. Dus morgen kunnen we nog 2 afstrepen. Want morgen komt de eerste promo uit. Rotor Knockout. Dus we hebben onze eerste Team of the Week. Weet je wat? Ik beschouw Team of the Week als promo. Dus... Team of the Week en promo, want het is de promo van deze week. Hebben we dus, ja, een promo gepikt. Ik beschouw Team of the Week als promo. Dan hebben we nog een previewpakket kunnen pas morgen open doen. En ja, dat was dus al dit stukje van de video. Let's go. Morgen meer. Oké, boys and girls, het is vrijdag. We hebben al een previewpakket. Nu gaan we open doen, het is 5:27. Previewpakket en daar zit in. Center the back, Italiaans. Calcio A5-1. Dan is het niet zo goed. Rossiki. En dan premium gouden speelspakket en daar zit in. Geen balkout. Cam, Engels. Premier League, dat is Madison. Nee, toch niet. Hier zo. Nou kan ook zijn. Adama Traoré, let's go. Oké, boys and girls. We hebben 2 pakketten. Het is nu 6:07. En we hebben 2 zeldzame gratis speelspakket en 2 zeldzame gratis pakket 75 plus. We gaan openen eerst het eerste pakket. En daar zit in geen walkout rechts achter, Braziliaans. Liga F. Ja. Antonio Silva, die gaat naar de SBC opslag. En 2x 75 plus, en daar zit in. Geen walkout, center mid. Braziliaans, Serie A. Van. Juventus, dan weten we dat niet goed is. Douglas Service en Immobile, let's go. Oké, boys and girls, we krijgen onze eerste speciale speler. We krijgen gold of zoiets. Oké. Total Rush Ryan Gold. Ik heb links midden, RVA spits en links buiten. Dus ja, let's go. Wat hebben we dan voltooid eigenlijk? Dagelijkse doelstelling moet nog 1-0 voltooien. En we hebben 5 wedstrijden gespeeld. Ja. Let's go. We hebben bijna een koud pakket. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben onze 5e wedstrijd.
gespeeld voor de evolutie van Yamada af te werken. Dus we hebben naar de andere 16 box-to-box plus Yamada afgewerkt. En nu gaan we superieure sprint doen met Todibo. Hoeveel moet ik daarvoor spelen nu al? 3 wedstrijden winnen en 5 spelen. En dan 4 wedstrijden winnen en 5 spelen. Dus eigenlijk moet ik 10 wedstrijden spelen. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. Het is nu 8:18 op vrijdag. In de ochtend natuurlijk. 8:18 in de ochtend. En door 300 assists te geven, denk ik dat we nu een rare mega pakket hebben. Een rare mega pack. Nou, we hebben nu een zeldzaam mega pakket. En wat krijgen we? 400 assist. Een jumbo zeldzame spelerspakket is een 100k pakket. Dus we hebben nu. Nu moeten we dus terug de game uit, want de game loopt weer vast. Dus we moeten terug in de game duiken. Maar we hebben dus een rare mega pakket. Een rare mega pack. Dus gewoon een rare mega pack. We gaan dat hebben. En ik hoop dat we daar een walkout uit krijgen. Want ik heb nog maar 1 walkoutje gepakt. En dat was dan ook op de companion app of de web app. Zeldzaam mega pakket, let's go. Geen walkout, center mid, Spaans, dan Liga. Van Villarreal. Wat was het? Parejo? Oh, ik vind 83 lekker. Oké, shoot. Ja, dat is allemaal goed. Let's go. Dit in de SBC storage. Ah, we hebben misschien nog wel. Ah, we kunnen nog een deel met deel pakje doen. Oké. Ik denk dat we nu even klaar zijn tot vanavond. Ja. We zijn klaar tot vanavond. Ja. Want er is nu niks te doen en in de avond zal er waarschijnlijk weer al een dingen uitkomen. Een nieuwe. Een nieuw objectief of zo. Dus ja. Dus ja, we hebben nog 450 SP nodig, season points nodig voor een 2x78. Eens zien, wat krijgen we nu weer bij het laatste niveau? Want dat was ik vergeten. Drie keer 87 plus. Oh ja, dat is juist. Dat was een 3 keer 87 x 3. Oké. Had ik een Had ik het goed gepakt? Nee, zeker. Ja, we hebben dus een team in de week, maar dat hebben jullie ook al gezien, dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Ik denk dat we iets voltooid hebben. Jazeker, FC seizoen. We hebben een 2x78 plus.
En ik ga eens zien. We moeten nog één potje spelen voor de goudpakket. Het is nu 8:45 morgens. Twee keer 78 plus, let's go. Het is goed, ja. Wauw. En Klosterman, let's go. Oké, boys and girls. We hebben nog eens een gouden upgrade gedaan. We gaan eens zien wat erin zit. Geen walkout. Centerback, Frans. Daar kan wat Premier League. Dat is Serge Merritt zijn boek zeker. Die kan die in het NBC storage. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben nu geloof ik een. Nu hebben we geloof ik een goudpakket. En ja. Een goudpakket, let's go. Ik had een match gespeeld en de tegenstander had 3 rode kaarten. Op. In 10 minuten tijd 3 rode kaarten. Nu hebben we dus een goudpakket, let's go. Mason Mount. I mean. It's not bad, but also not good. Let's go. Mandela Keita. Hey, we pakken Mandela Keita. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben een 2x75. En we gaan eens zien wat erin zit. Weer geen walkout. What the fuck, Cam? Duits. Bundesliga. Frankfurt. Gutse. Oké, boys and girls. Ik heb een 77 plus dubbele upgrade kaart gezet. 2x77. Bizot. Voilà. Bizot en Carter Vickers. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben 18 sterren gehaald met moments. Dus, wat gaan we doen? Ik ga voor jullie een 81x2 openen. En daar zit in. Geen walkout, wel een rechtsachter, een Duitse rechtsachter van de Goedkoopse Vrouwen Bundesliga. En daar zit in. Eenmaal Bayern München, wie is dat? Een win. I mean, not gonna lie, it's decent. En Gabi Núñez. En dan hebben we nog, ja, iets bedoeld zijn er voltooid. Waar staat het hier? Premium zilverpakket. Let's go. Winkel wordt bijgewerkt, premium brons pakket. Let's go. Nu een premium zilver pakket. Champagne red, let's go. Oké, boys and girls, het is 6:55 s'avonds. En we gaan eens zien wat voor nieuwe objectives dat eruit zijn. Het is Road to the Knockouts nu. De eerste promo is hier. Ja. We gaan eens zien of er een objective te doen is. Otamendi. 5 assists. 10 doelpunten maken in squad belts. Een speler uit Argentinië. 1 of minder doelpunten tegenkrijgen. In 4 verschillende squadwedstrijden heb je semi-prof. En teamwedstrijden winnen met 3 Argentijnen. Is nog wel te doen.
Hebben we hier nog iets? Seizoendoelstellingen. Die hebben we ook al gecomplete. Dus dan gaan we 3 Argentijnen in ons team zetten. Dus dan gaan we er Emiliano Martinez in neerzetten. Rodriguez zit erin. En we gaan hebben een Argentijnse spits. Buiten Icardi. En het antwoord is Avila. We zetten er Avila neer. Dus let's go. Nu weet ik nog altijd niet wie dat er in Team of Tournament, Team Rotterdam ook uit zit. Bellingham zit erin, Alvarez zit erin, Diani zit erin. Ja. Let's go. Ja. Voor de rest zie ik hier niet echt iets. Evo Arena. Wat krijgen we hier van pakketten? 75 plus, 2 keer 75 plus, 2 keer 75 plus, 3 keer 75 plus. Ja. Eens zien wat voor SBC's eruit zijn. Diogo Jota. Noorden ook uit uitdaging 1. Voor de rest is er niet echt iets goed uit. Let's go. Oké, boys and girls, het is zaterdag. We hebben een 75 plus pakket, 2 keer 75 plus en 2 keer 80 plus pakket. Let's go. Dit 75 plus pakket en dan zit hier. Flink water, Frans. Barcola. 2 keer 75 plus en dat zit in. Links buiten, Frans. Dan gaat hij gewoon de SBC opslag in. 80 plus pakket en dat zit in. Let's go. We hebben nog een preview pakket. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben nog eens een 2 keer 75 plus. Let's go. We moeten nog 21 volleys doen. Let's go. Ik wou zeg maar 2, let's go. Ik weet niet helemaal of het CBM, Frans, CDM. En Bento. Oké, boys and girls, we hebben terug een objectief voltooid. De generaal hebben voltooid. En we kunnen nog eens een. We kunnen nog eens een. Daarom ga ik naar de wc. Ik moet naar club. We kunnen nog eens een evolutie doen. We kunnen dan deze doen en ik ga die met Molina doen. Dan gaat hij naar een 84. Let's go.
Bom. In plaats van Pedro Porro. Ga je er dan even Molina neerzetten. Let's go. Nu hebben we een 75 x 2. Let's go. Daar zit in. CVM. Braziliaans. Saudi League. Wie is dan nu weer? Dingen. Fabinho, dat is. Let's go. Oké, boys and girls. Jullie zien dat ik nu aan een evolutie bezig ben van Molina. Club member beloning. Ik moet er nog 2 wedstrijden mee spelen. En dan gaan we beginnen aan extra sterk evolutie met Todibo. En dan moet ik 2 wedstrijden voor winnen. En 1 wedstrijd spelen. Dus eigenlijk ja, 2 spelen, want ik win ben altijd. Win 1 wedstrijd in Rush. Rivals of Squad Battles, op minstens semi-prof. En 2 wedstrijden spelen, dus eigenlijk ja, 1 winnen en 2 spelen. En dan 2 wedstrijden winnen. En 2 wedstrijden spelen. Dus dan gaat hij naar een 82 met 53 schieten, 85 pace, 69 passing, 77 dribbling, 80 defense en 78 physical. Dus ja, dat ziet er maar wel echt wel een goede kaart uit. En die krijgt dan 1 ster zwakke been bij. Dus dan gaat hij naar een 3 ster zwakke been. Dus ja. Ik hoop dat ik echt wel. En ja, de octopus die kunnen we niet doen, maar die ga ik ook niet doen. Want we moeten dan in Rivals spelen en zo. En daar is mijn team nog te zwak voor Rivals. Oké, we hebben nu 49-0-3. Dan hebben we nu 52 potjes gespeeld. 3 verloren. Dat zal waarschijnlijk in Rush geweest zijn en 2 in Squad Battles, denk ik. Ja, 2 in Squad Battles en 1 in Rush. Dus ja. Ja. Deze is eigenlijk zo'n beetje nu. Nu ga ik het team nog eens laten zien. Ik heb dus al heel wat evoluties gedaan. Zoals je kunt zien. Heb ik Sancho gedaan. Heb ik Kamada naar een 83 gebracht. Heb ik Rodriguez. Dat Rodriguez was toch zo'n speciale kaart. Dat ik toch geëvolueerd naar een speciale kaart. Daarom laat hij niet te goed, denk ik. Ik denk dat EA een beetje weer. Dit is het team van. Oké, we hebben het net niet gezien. Oké. Nu staat het weer wel te goed. Ja, Rodriguez is dus zo een speciale kaart geworden. Rollen. Ja, die is. Met Zala. Diepe spelmaker. Box to box. Dan heb ik. Hoylund na zo'n. Ja, na zo'n evolutie gebracht. Dan ook nog Bowen naar een evolutie. Rechtsmidden is een vleugelspeler plus, vleugelspelmaker, vleugelmiddenvelder, aanvaller binnenkant. Dan ben ik Molina naar een evolutie aan het brengen, vleugelverdediger, valsback, aanvallende vleugelverdediger. Misschien dat ik Molina dan in mijn team hou. Todibo, zoals ik net zei, ga me upgraden
naar een 82. Bijna elke speler is first owner buiten Bowen. En Emiliano Martinez. Dan hier op de bank zit ook bijna allemaal first owners. Dus eigenlijk, ja, nu is Bowen nu weer untradable, maar niet first owner. Omdat ik daar een evolutie op heb gedaan. Ja, Sancho is ook geen first owner. Dus ik ga zien wat ik nog in de club heb en wat ik dus eigenlijk, ja, in mijn team kan zetten. Ik had Pedro Porro in het begin tradable. Niet first owner, maar wel tradable. Dan heb ik hier Bailey. Die staat meestal op rechts midden, maar nu heb ik Bowen erin gezet omdat ik die beter vind spelen. Ik kan Ramsdale in goal zetten, maar dat doe ik niet omdat ik nu een walkout heb in goal. En die heeft een speelstijl plus, dus ja. Voor de rest heb ik nog eigenlijk geen walkout gepikt. Ik had dingen gepikt, Kimmich. Maar ik heb die verkocht voor een SBC-droom. Voor de rest heb ik geen walkout gepikt. Wel een walkout gekocht, zoals je kunt zien. En hij heeft dus 1 tegen 1 afstoppen plus. En ja. Ik heb nog geen walkout gepikt, maar misschien pikken we dat binnenkort wel. We zien hoeveel potjes we nog spelen. Nog 2 voor een 3 keer 75 en Otamendi rood to the knockouts. Dus we gaan verder spelen voor die UCL rood to the knockouts. Otamendi, die gaan we dan op de bank zetten en hopen dat die upgrade. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls, we hebben de evolutie van Molina afgewerkt. Hij gaat nu naar een 84. En nu hebben we dus extra sterk evolutie van Todibo dat we gaan moeten doen. En ook hebben we rotere knockouts. Otamendi voltooid. Dus Otamendi is voltooid. En ja, boys and girls, als we nog als we nog 3 potjes spelen, hebben we een 50k pakket. Dus als dan gaan we nog 3 potjes squad battles spelen, dan hebben we een 50k pakket. 75x3, let's go. Geen walkout spits, Braziliaans, Premier League, Richarlison zeker. Zeker Richarlison. Let's go. En ja, ik heb het team een beetje aangepast. Jullie zien het aantal coins hierboven. Hebben wij uitgegeven. We hebben 10k, nee 11. 10k? 10.25k hebben uitgegeven aan Ilkay Gundogan. We hebben Ilkay Gundogan gekocht. We hebben Gundogan gekocht. Nu kunnen we die Argentijnen eruit halen. Dus Bowen kunnen er ook uit halen. Nee, Bowen laten we erin. Rechtsachter Pedro Porro. En in de spits terug Bailey. Hebben we een betere centerback. Otamendi, maar die gaan we niet gebruiken. Ja,
Wie ga ik van de bank halen? Icardi. En daar komt Otamendi. Maar hij staat niet even als een leenspeler, dat is juist. We hebben nog een 84. Nee. Dus dan moeten we het Lucas en anders neerzetten. We hebben nog een betere linksachter. Ja, maar die pakt geen chemistry, dus we pakken nog altijd Kukurea. Nu kunnen we terug Robert Sanchez daar neerzetten. Voor ja, die objective verder te doen van World Tour Spanje. Voor een 75-02. We moeten nog 8 potjes voor spelen, dus ja, let's go! Oké, boys and girls. De 50k pack beet. Eindelijk. Wat een moeite heb ik gedaan om deze 50k pack beet te halen. Zelfs aan het speelspakket, let's go. Ja, we zullen wel zien wat erin zit, zeker. Zet aan het speelspakket, let's go. Weer een bal bij Centermid. Op Portugees, die kan. Ja. Vitinha. Casemiro. Ja, let's go. Oké, boys and girls. Eerste pack. Eerste SBC van de Mark in matchups is klaar. Electrum speelpakket naar de ding. Henry. That's good. Ik zie wat we moeten inleveren voor de tweede FC Bayern München, Bayern Leverkusen. Duitsland spelers minimum 1. Oké. Dus we gaan een Duitse speler. Müller. Percola, linksbuiten. Zaha. Götze. We mogen maximum 4 clubs. Southampton. Linksachter, en weer een van Southampton, nee. PSG. Ja, we gaan het niet kunnen doen. Eintracht Frankfurt, Bayern München. En weer Eintracht Frankfurt of Bayern München. Nou, het gaat niet lukken. Oké, boys en girls, we hebben een 77 plus dubbele upgrade gedaan en
Hoeveel... We moeten nog 10 SBC's doen voor een nieuwe pack bij objectives te claimen. 77,2. Rond 4. Die gaat direct in de 77 dubbel, denk ik. Ik weet niet. Let's go. Oké, boys en girls, het is zondag en we hebben nu een preview pakket. We hebben een preview pakket en we beginnen aan de video. Maar dat is niet zo goed eigenlijk. Dan gaan we eens zien. Precies een objective voltooid, mijlpalen. ...400 assist en 100k pakket. Gaan we ons eerste walkout krijgen. Eens zien wat voor... ...welke rang dat we zijn. Goud 2. Ja, dat is oké. Oké. Gaan we ons eerste walkout vandaag pakken. Jumbo zeldzaam speelpakket. Walkout! Lekker. Centerback. Frans. Wat dingen. Renard. Let's go. Het is Renard. Wauw. Onze eerste walkout. Let's go. Onze eerste walkout op video. Let's go. Madison. Die komt direct in mijn team. Ja. Madison komt in mijn team. Die komt op rechts midden. Voor de rest, wat kan er nog in mijn team? Voor de rest niks niet meer, denk ik. Mikhailo Mudrik. Hopla, we hebben onze eerste walkout gepakt op video. Dan gaan we naar onze club. En dan gaan we spijtig genoeg Bowen eruit moeten halen. Dan gaan we daar Madison neerzetten. En wie gaan we hier uithalen? Hernandez. En dan gaan we hier Renard neerzetten. Het team begint vorm te krijgen. Eindelijk een walkoutje gepakt. En het is echt wel een decente walkout. Vergelijk prijs, ja. 16,5 ongeveer. En eigenlijk. Waarom doe ik niet gewoon zo? Richarlison en dan. Ja, kan ik beter zo doen. Richarlison daar neerzetten. Let's go. Madison gepakt en een walkout gepakt. Let's go. Oké, boys en girls. We hebben nog eens een doelpuntenmaker. Cosmetische Evo, denk ik dat het is. Dus, we moeten nog 42 keer spelen. Dan hebben we clublegende 2. Nog, ja. Ja. 92 keer spelen zeker. Nee, 82 tegen. 92 keer spelen en dan hebben we clublegende 3. En op nog 499 goals. We hebben doelpuntenmaker 2, denk ik. 500 assists. Dan hebben wij nog 89 te gaan assists. Nog 48 squadbelts overwinning en een veldtrofee. 148 nog, dan hebben we Jumbo Seltzame speelspakket. En 248 dan hebben we een ultimate pakket. Wat weer nog? Zijn er seizoenstoelstellingen al aangepast? Nee. We moeten nog 350 SP hebben. Als SP hebben, dan hebben we 2 keer 80 plus. Dus
Nu gaan we naar club, evoluties en dan gaan we zien doelpuntenmaker 2 wie dat we gaan doen. Met wat we gaan dat doen met Madison, omdat we die first owner hebben. Let's go, we hebben dat gedaan met Madison. En nu moeten we nog één potje spelen en één potje winnen. En dan hebben we Todibo naar een 82 gebracht. En dan gaat Todibo... Welke rollen krijg je dan? Balspelende verdediger plus. En stopper plus. Let's go. Oké, boys and girls. Ik heb nog eens een 77x2 klaargezet. En 77x2 naar erin. Geen walkout, wel een spits van Servië en Serie A. Dat is een Vlahovic, denk ik. Dat is Vlahovic. Vlahovic en Gaia. Let's go. Oké, boys and girls, we gaan eens zien hoe lang dat nog duurt. Voordat we onze rewards hebben. Alleen voordat het de week gedaan is eigenlijk. Want het is precies anders dan in FC 24. Nog 22 minuten. Oh ja, dat is ook 10 uur. So, let's go. Oké, we hebben... Het is 5 na 10 en normaal gezien hebben we nu de rewards van zondag. Zondag 9/9/2024. Ik denk dat we nu de rewards hebben. Ja. We hebben goud 2 bal, dus we hebben een 75x5, 7k munten en een megapakket. Zullen we dezelfde luck halen als vorig jaar, toen we in de tweede of derde week van EFC 24 een icon hebben gepakt? We gaan eerst de 5x75 opdoen en dat is in. Geen walkout. Center mid, Japan. Calcio A feminin. Feminin of zo. Van Roma. Kumagai. I mean it's decent. Konaté, Diaby, Gonzalo Ramos. Ik heb gezien dat die Konaté precies waar hij iets gaat. Dan moet ik even checken op Footbin. Dan ga ik even mijn gsm bijpakken. En Footbin, want ik heb precies gezien dat straks in een video dat Konaté over iets gaat. Dus. Die Konaté gaat weer 15,8k. 15,57. Dus die ga ik wel verkopen. Allee ja. Voor de rest ga ik bijhouden. Dan hebben we een megapakket en daarin zit Walkout, linksachter, Portugees, dat is Cancelo, dat is goed, we hebben een tradable Walkout. João Cancelo, dat is heel erg goed dat we die pakken. Dan heb ik onze tweede Walkout in deze video. En ik denk wel dat we, we hebben wel een goede... Ik ga eens zien hoeveel dat Cancelo waard is. Ik denk dat hij ook wel iets waard is. Ik weet dat niet. Nou nee, 7,5k. Die is het niet waard om te verkopen. Voor de rest zie ik hier niet echt iets goed. Nu hoop ik dat Konaté verkoopt. Want ik heb hier voor... Ik
Ik denk wel dat hij gaat verkopen binnen dit en een uur. Ja, we hebben echt wel een goede packluck gehad. Konaté dan. En dan nog eens Joao Cancelo. Ik hoop dat Konaté verkoopt. Ik hoop dat hij verkoopt. Dan hebben we nog. We moeten nog twee wedstrijden spelen. Met World Tour speler. En dan krijgen we 2x75. Maar we hebben vandaag al twee walkouts gepikt. Ik ging Konaté niet in mijn basiselftal zetten. Omdat hij voor te veel verkocht. Dus dan gaan we zien. Die kan op center mid. Hebben we hier nog een center back misschien? Kan die nog center back? Nee, ook center mid. We hebben wel een nieuwe rechtsachter, dus Pedro Porro, jij mocht gaan. En Ben White mag erop komen. Dan mag er hier die een boek mag gaan. Dat we hier zo Cancelo neer. We hebben ander links extra gepakt. We hebben nog altijd Cucurella moeten gebruiken. Ben Mi. Kan die veranderd worden? Ik zou daar Ilicet kunnen neerzetten, maar dan pakt hij maar 1 chemistry punt. Dus ja, let's go. Ik ga Richarlison toch nog in de spits zetten. En nu hoop ik dat Konaté verkoopt. Dus ja, let's go. En nu wil ik jullie guys bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik vond het leuk om voor jullie dus deze video te maken. Ja, we hebben twee walkouts gepakt. Daarna in Cancelo. We hebben een 83 gepakt die dat 15.750 coins waard was. Waard is. En we hebben nu 17k. Maar in de volgende video zullen we dus meer munten hebben. En we hebben dus echt wel wat gepakt. Veel geluk gehad met die Konaté te pakken. En dan check ik jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Dat gaat vrijdag zijn. Ik denk dat ik vrijdag een unboxing heb van de boeken van Harry Potter. In het Engels natuurlijk. Omdat ik afgelopen vrijdag ben ik naar de kringwinkel geweest in Capelle. En heb ik daar een Harry Potter boek gekocht. En ik zeg van, ik wil nog Harry Potter boeken. Dus nu wil ik de serie compleet hebben. Ik heb dus nu de laatste boek al, maar ik wil graag van 1 tot en met 7 nog altijd. Dus ik denk dat ik die maandag ga bestellen en dan heb ik normaal, ik heb die besteld waarschijnlijk en dan ga ik nu vrijdag waarschijnlijk de video van de unboxing uploaden. Dus ja, let's go. Zo, ik check jullie guys vrijdag bij een nieuwe video. Let's go.